Ik vind het heel interessant wat er in Duitsland gebeurt. Kijk, René Ernstig aan Klopp. Ik ben een ontzettende bewonderaar van Klopp. En van die hele nieuwe lichting in Duitsland. Want ook die nieuwe man die eruit ziet als een geschiedenisleraar. Maar Johan, er is nu waarschijnlijk een beweging die jou niet meer wil horen. Want je microfoon is uitgevallen. Kijk, dus daarom krijg je nu een handmicrofoon. Je gaat niet zingen, hè? When I was 17. Let's go, FIFA! Let's go, FIFA! Moeten we dan om de vijf tellen roepen van jongens, we staan in die finale? Bas, je gaat uit je evenwicht, je krijgt een duw. En als ik dan antwoord geef op jouw voorzetje, dan zeg je nou. Ja. Ik heb zo hypocriet. Ja, ik heb een rol. Maar je legt hem zo op tafel. We zien nou. Een konijn. Maar hij zit al te kijken nu. Ja, maar zeg nou eens heel eerlijk. Nooit van zijn leven. Hier trainer. Nee, nooit. Nee. Want wij hebben Pieter Visser niet aan het woord. Ja, lekker. Ik wens ze een hartstikke leuke avond en ik hoop als René de prijs wint dat hij zo met deze vinger de deur uitgaat. Hè? Laat een pakje zeggen, kutjes. Zal deze trainer jou eens helemaal vol spuiten? Kijk, voor alle mensen van Zerenlo, alle patiënten, maar ook alle verzorgers. En die zei toen heel hard, wat een fucking lelijk kind. Ja? Ik moet even zwaaien tegen wie? Weet je? Ja? Nee, er is. Wat zijn dit van dingen? Altijd als Robbie de Kip aan de bal was. Robbie de Kip, leg eens een ei. Nou, ik vind daar niets van. De mensen mogen... Oh, wat gebeurt er? Nee, maar met dit soort dingen dan schiet ik altijd even vol. Jij lopen. Ja. Vertel het eens, kleine meid. Toen ging die mevrouw heel hard schreeuwen. Oh, Dutchman. Dan woedend worden, met zijn jasje gooien en schreeuwen. Lurkenkrenk. Ja. Goed, man. Hij vindt het al leuk, hoor. Nou ja, die snor eraf. Hou je echt nog van mij? Bert. Voetbalcoach. Zonder vrouw. Ja, jeugdzondes, hè? Ja. Bert van der Veen. Nee, kijk, bijvoorbeeld als ze nou zo'n ding ook... Wilfred met zo'n ding, dan denk je toch niet dat ik zo'n ding op ga zetten, weet je wel? Nee. De tijd niet over Oranje praten. Nou, ja. Het was wel leuk geweest als ze gewoon spontaan zo'n hele grote harde kutscheet gelaten had. Nee, dit kan niet. Een lolkeman, die kan hem dan in zijn kont zitten kruipen. Wie is die Johan de Heksen? Ja. En welke sport doen ja, ze dan? Met een mondje? Niet, maar het woord fuck heeft een beetje een ordinaire lading. Ja, fuck you. Ja, Jan, en dan doe je die zo over je... En ik had al drie keer moeten bukken voor een pingpongballen. Het was echt verschrikkelijk. Die vader met een zweep erbij, hè? Ja. Ik heb het gehad dat ik een schaar maakte. Ja. En dan zaten er 40.000 mensen in het stadion. En die trapten er allemaal in en die zag je allemaal gaan verzinnen. Ergens in de Polonaise, kijkt u nou toch eens. Ja. Nou, dit gaat de wereld over. Nee? Nee, want er zat nooit... mijn neus die loopt nog erger dan die van Wim Kieft. Die kijkt een beetje broek, hè? En dan vlak voor je bek zo van... En dan denk je, zou het vrouwtje er toch zijn? Van bezig. Van hem is de spreuk, niets is belangrijker dan iets anders. Hé, hey, denk ze, was lekker. Begin jij dan? Moet je zo eens zeggen? Kijk, allemaal met een phony smile lachen en klappen. Ik vind het zo'n eng gezelschap, Laura, met kappen. Johan, mijn moeder van bijna 78, vindt dat jullie weer een beetje ordinair mogen worden.
Oh. Ze vindt het een beetje saai worden. Nou, dat is wel lekker. Die zit elke avond met de Jordatel van ons aan te kijken. Die... Ja. Als je die op de kont slaat, vliegen de bromvliegen uit de neus gaan.